Het is zondag 24 november. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Personeel zorginstelling berooft dementerende ouderen. Brand verwoest meubelzaak in Strijen. En de jacht is geopend op de Franse spiegelkarper. En dan het weer van morgen. Maandag wordt een overwegend bewolkte dag met slechts enkele opklaringen. Er kan verspreid over de regio een enkele lichte bui vallen en bij een matige wind uit het noorden wordt het 8 graden. De Rotterdamse zorginstelling Laurens verdenkt het eigen personeel in woonzorgcentrum Borgzaten ervan dementerende ouderen te hebben bestolen. Dat blijkt uit een brief die door de zorginstelling naar familie van de bewoners is gestuurd. Laurens vindt het erg dat dit gebeurt, omdat het om een kwetsbare groep slachtoffers gaat. In de brief staat te lezen dat in de afgelopen maanden 4 bewoners zijn beroofd van hun sieraden. Het gaat dan om een herenhorloge en een aantal gouden trouwringen. Een woordvoerster van Laurens heeft laten weten geschokt te zijn door de diefstallen. En er is aangifte bij de politie gegaan. En de 28 bewoners hebben advies gekregen om diefstal te voorkomen. En bij de Borgzaten in Schiebroek, daar staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, Laurens gaat er dus al van uit dat het om personeel gaat dat gestolen heeft. Volgens Laurens is het namelijk een gesloten afdeling waar die diefstallen hebben plaatsgevonden. Een afdeling waar mensen met dementie zitten. Je kan die afdeling niet zomaar op en je kan er niet zomaar af. En dus zegt het bedrijf, ja, eigenlijk moet het allemaal met medewerkers gegaan zijn. De afgelopen 2 maanden, je zei het al, een herenhorloge, diverse trouwringen. Ringen die niet zomaar op een plek hebben gelegen, maar die echt van de vingers van de bewoners zijn gehaald. Gezien de regelmaat, gezien de locatie van de diefstallen, gaan ze ervan uit dat het 1 of meerdere medewerkers moeten zijn. En inmiddels is er dus aangifte bij politie gedaan. Ja, en niemand is dus nog betrapt of opgepakt. Hoe kunnen dan nieuwe diefstallen worden voorkomen? Nou, er moet heel goed opgelet worden dat voorlopig alles gewoon in de huizen blijft. En daarom zijn de checklists opgesteld. Dat betekent dat 's ochtends gekeken wordt bij de bewoners op die afdelingen of ze sieraden om hebben en zo ja welke. En 's avonds wordt dat opnieuw gecontroleerd. En verder is aan de familie gevraagd geen contant geld bij de bewoners te houden. En sieraden die niet gedragen worden, daarvan wordt gezegd hou die dan bij de familie thuis. Ja, dankjewel Jan-Roelof Visser. Bij een brand in Strijen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een meubelzaak totaal verwoest. Niemand raakte gewond. Volgens het meubelbedrijf loopt de schade in de miljoenen. Het vuur brak rond 3 uur uit bij de Bommelmeubelen aan de Christian Huygensstraat. Uit voorzorg werden omwonenden door de brandweer geëvacueerd omdat de kans bestond dat de brand zou overslaan. De ochtend na het incident zit de schrik er nog goed in. Nou ja, het is toch best wel even heftig. Je hebt nog weer kinderen boven liggen en ja, daar komt best wel even wat op je af natuurlijk. Het is best wel spannend even. Je hebt een bedrijf zitten met machines en een gezin en ja, het overkom je ineens natuurlijk in 1 keer. De winkel had een oppervlakte van 7000 vierkante meter. Er stonden voornamelijk houten meubelen die door het bedrijf zelf worden gemaakt. De eigenaar was erg emotioneel en wilde niet voor de camera reageren. Ja, dat is levenswerk natuurlijk wat je op dat moment verloren ziet gaan. We moeten heel even kijken natuurlijk hoe we eventueel misschien een noodwinkel hier in Strijen voor elkaar gaan krijgen. Maar dat is even, dat weet ik nog niet. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ze zijn nog heel erg bezig met name om het pand open te krijgen, want de muren zijn er binnen toe dichtgeslagen. Dus er blijft veel smeulen onder het puin. En daarna kan pas het onderzoek naar de oorzaak gaan beginnen. En op dit moment is er nog geen enkele mogelijkheid om die te achterhalen. Ondanks de flinke schade houdt het bedrijf de moed erin. Ja, het is een klap. Maar ik vind het eigenlijk minder belangrijk wat er nu binnen stond. Het gaat mij erom van hoe gaan wij de toekomst tegemoet. En daar gaan we vol vertrouwen gaan we dat doen. Bij een schietpartij aan de Wolfaartsbocht in Rotterdam-Zuid is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. De schietpartij gebeurde in het portiek van een woning. De politie heeft daarna de omgeving afgezet voor een zoektocht naar de daders. Kort daarop deed de politie een inval in een huis in de buurt. En bij die inval werden 2 verdachten aangehouden. 2 vrouwen en een aantal kinderen die ook in de woning waren zijn opgevangen op een politiebureau. Feyenoord heeft vanmiddag een blamerende nederlaag geleden. Tegen hekkensluiter RKC werd met 1-0 verloren. Sportverslaggever Dennis van Eersel die volgde het duel in Waalwijk. Ja, een wanprestatie in hoofdletters. Zo kan ik het toch wel bestempelen hoor. Deze nederlaag in Waalwijk van 1-0. Een doelpunt in blessuretijd.
En een dikke domper dus voor Feyenoord. Nu kan je verliezen in Waalwijk. Feyenoord heeft het hier altijd lastig. Maar de manier waarop vandaag, die geeft toch te denken. En dat is de reden waarom ik de term wanprestatie gebruik. Traag spel van Feyenoord in de opbouw. Slechte, slordige passes. Weinig passie, weinig beleving bij de Rotterdammers van Ronald Koeman. Ook al vond die coach na afloop de term wanprestatie een beetje overdreven. Want aanvankelijk zag het er, zo vindt die trainer, helemaal niet naar uit dat deze middag zo desastreus zou verlopen. Nee, ik vond dat er wel een fase in de tweede helft was dat ik vond dat we niet goed speelden. Maar ik vind dat wij zeker de eerste 20, 25 minuten goed hebben gespeeld. Ook een aantal aardige mogelijkheden hebben gehad. En toen vond ik het goed gaan. Daarna werden we slordiger. Dat vond ik ook alleen maar de enige wat RKC in het voetbal zou kunnen krijgen. Niet vanuit hun opbouw, niet vanuit hun voetbal, maar van fouten van ons. Maar ik vond de tweede helft vond ik wel duidelijk minder. Toen hadden we veel minder dreiging. Toen was er ook een fase dat ik niet echt vertrouwen had in dat we de goal zouden maken. En richting einde wedstrijd wel weer meer. Toen vond ik ons weer wat dreigender. En toen kwamen we toch wat meer richting hun goal te spelen. En dan is het extra pijnlijk dat je hem uiteindelijk ook nog verliest. Een milde Ronald Koeman dus. Dat is een van de gespreksonderwerpen. Zometeen in FC Rijnmond vanaf 7:15. Daarna elk uur herhaald als het inmiddels al 7:15 is geweest. Jan Eversen schuift aan. En met die oud-trainer van Sparta praten we natuurlijk ook over die Rotterdamse club. Want ook daar heeft het deze week behoorlijk gerommeld. Alleen won Sparta uiteindelijk wel. Ruim 15 vrijwilligers staan te popelen om de Monsterse sluis in Maassluis te gaan bedienen. De sluis raakte in 1972 in onbruik, maar zou volgens enthousiaste Maassluizenaren zo weer open kunnen. Vanmiddag zijn kunstwerken geveild om de plannen te financieren. Hier ligt de ontstaansgeschiedenis van Maassluis met de Monsterse sluis. De historische doorgang tussen de Nieuwe Waterweg en het Westland. Al 40 jaar buiten gebruik. Dit is een schande om Een monument wat zo prachtig is, om dat met een kleikist af te sluiten. Dus weg met deze betimmering en her en der een paar slingers aansluiten. En op het moment dat hier een slinger aan gezet wordt, dan kan de sluiswachter die kan de deur opendraaien. Als die kleikist eruit is, dan komt hier ook een slinger aan. Geld voor alle plannen moet worden opgebracht met een veiling van deze kunstwerken in de galerie naast de sluis. Ik toch wel ruim boven de 1.000 euro moet opleveren. De veiling draagt bij aan het renoveren van de Monstersluis. Wanneer het waterschap meewerkt, kan de Monsterse sluis volgend jaar weer open. De opleiding voor vrijwillige sluiswachters start binnenkort. Want er zit best nog wel een verhaal achter, omdat we aan de andere kant van deze sluis getijdenwater hebben en stroming in de waterweg. Dus de mensen moeten terdege opgeleid worden, zodat ze weten wanneer de sluizen wel en niet open kunnen. Op het moment dat je die sluis niet meer functioneel vindt, dan stel je hem buiten gebruik. Maar dat is doodzonde om een monument op deze manier eigenlijk te laten verwaarlozen. Ja, en de veiling heeft iets meer dan 10.000 euro opgeleverd en het is niet duidelijk of dat genoeg is om de sluis weer te openen. In Papendrecht werden gistermiddag kanonnen afgevuurd op Dordrecht. Het ging om een reconstructie van een gebeurtenis uit 1813. De Fransen, die in die tijd een groot deel van Nederland hadden bezet, probeerden met man en macht ook Dordt te veroveren. Met het nabootsen van de gebeurtenis uit 1813 werd het stichten van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. De Fransen probeerden Dordrecht te veroveren. Tevergeefs, want de toenmalige Dordtenaren wisten het leger van Napoleon te verslaan. Gehuld in traditionele Franse legerkleding vuurden medewerkers van de gemeente Papendrecht met kanonnen losse vlodders af op Dordrecht. Wij werken als Papendrecht heel erg samen met Dordrecht. Maar als nu dan moet je even de verhoudingen weer goed rechtzetten. En dat doen we vandaag. U hoort het. Toen dat tijd waren dit de laatste stuiptrekkingen, zou je kunnen zeggen, van Napoleon. En toen Napoleon dus eenmaal verdwenen was, ja, toen kon koning Willem I die kon zijn gang gaan. En toen dat tijd is het koninkrijk gesticht. Waarom is dit zo belangrijk vandaag? Om te herdenken dat we eigenlijk nog maar 200 jaar een koninkrijk zijn. Het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. We zijn 200 jaar koninkrijk der Nederlanden. Dus dat is toch wel een mooi moment om een keer bij stil te staan. Na het afvuren van de kanonnen in Papendrecht verplaatste de menigte zich naar Dordt. Daar werd een gevecht nagespeeld tussen de Fransen en de inwoners van Dordrecht. Ik denk dat voor het besef dat je Dordtenaar bent, is dit heel belangrijk.
van, want Dordrecht heeft natuurlijk in de geschiedenis een hele belangrijke positie ingenomen. Het is een echt een belangrijke stad geweest voor de Nederlanden. Middelharnis, Numansdorp en Werkendam maakt deel uit van de 5 plekken in Nederland waar gisteren spiegelkarpers zijn uitgezet. Het idee kwam van een kleine 100 fanatieke karpervissers. Ben voilà, 50 kilo. Even na 10 uur zaterdagmorgen komt de wagen met spiegelkarpers aangereden. Ze worden geïmporteerd uit Frankrijk. Laat er eens eentje zien. Ik zie een heel mooie jonge vis van 2,5 jaar, 3 jaar oud ongeveer. Die een heel mooi leven tegemoet gaat hier in het Nederlandse water. Dat is wat ik zie. 5 plaatsen doet de wagen vandaag aan. Na Middelharnis volgen Numansdorp, Drimmelen, Dussen en Werkendam. In totaal gaat er in het project beneden de rivieren 1800 kilo. Maar ja, goed, in het voortraject met een hele grote groep mensen, hoor, hebben we 2 jaar lang zijn we bezig geweest om dit allemaal voor te bereiden. En dan is het moment daar en dan, ja, fantastisch. En het belang daarvan, dat is om die karperstand, spiegelkarpers ook hier in die wateren waar jullie ook veel in vissen, om dat in stand te houden. Ja, want het huidige bestand van spiegelkarpers ten opzichte van de schubkarpers is ongeveer 2-3% slechts. En dan proberen we langzaam op te hogen naar een 20-25, misschien zelfs wel 30%. Ja, vissen moet leuk blijven. Het is wel de bedoeling dat we ooit wat vangen. Finding Nemo. En morgen ziet u in Rijnmond Nieuws een uitgebreide reportage over de uitzetting van de spiegelkarpers. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.